Minstens 3 uur voor de start moet een renner al tussen de 1300 en 1500 kilocalorieën binnenspelen. Dat zijn ongeveer 4 hamburgers of 10 blikjes gesuikerde cola. Maar dat staat gelukkig niet op het ontbijtmenu. Wat dan wel? We maken een onderscheid tussen eiwitten en koolhydraten. Wat betreft de eiwitten kan je kiezen voor uiteraard eitjes, maar ook yoghurt en boterhammen. De koolhydraten vormen de echte brandstof voor een renner. Aan het buffet is er keuze uit brood, fruit, witte rijst en pap met havermout of, voor de hipsters, met granola. Om die grote porties binnen te krijgen, worden ze aangevuld met meer vloeibare suikers, zoals confituur en honing. Koffie en fruitsap om dit alles lekker door te spoelen. 1 liter vocht zal moeten volstaan. We zijn ondertussen 1 uur voor aanvang van de wedstrijd. En de brandstoftank wordt nog een beetje aangevuld met een tussendoortje. Hoewel, het is een rijstaartje van 220 kilocalorieën. Dat is evenveel als een goede trappist. Ze zijn vertrokken. Ze zijn opnieuw aan het eten en drinken. Minstens 1 bidon per uur en een 20-tal snacks. Een gevarieerde mix tussen bananen, repen, taartjes en broodjes. En op het einde van de wedstrijd iets meer vloeibare voeding, de bekende jellekes. Elke slok en elke hap telt, want na de finish heeft een renner gemiddeld 8000 kilocalorieën verbrand. Goed voor zo'n 26 hamburgers of 58 blikjes gesuikerde cola. Dat de beste mogen winnen. School en smakelijk!